Nou, nu is gebleken zijn er meer dan 1400 bomen illegaal gekapt door de nieuwe eigenaar van het terrein van de voormalige glasfabriek. En dat zijn er waarschijnlijk 1500. Dus het gaat wel ergens over. Dus behalve dat er illegaal bomen zijn gekapt, is ook de flora- en faunawet overtreden. Want er was sowieso een buizerdnest. Nou ja, je hebt het gezien, het terrein is leeg, die buizen zijn weg. Er liggen dode dieren op de grond, eekhoorns en dergelijke. Het is gewoon een verschrikkelijk drama. De illegale bomenkap is van ongekende omvang voor Nederlandse begrippen. De provincie is degene die het bevoegd gezag is, die handhaaft. Dat was ook nadrukkelijk ons verzoek. Als de provincie namelijk niet zou willen handhaven, hadden wij gevraagd om het wel te doen. Maar dit is zo grootschalig, daar kan je ogen niet voor sluiten. Dat mag absoluut niet. We handhaven ook op één boom, dus waarom zouden we dat niet op 1500 doen? En bovendien is dit een dermate impact dat je dus die handhaving ook op z'n allerscherpste moet zetten. Zowel bestuursrechtelijk, dus met bestuursdwang, herpandplicht, boetes en ga zo maar door. Maar ook strafrechtelijk.